De 19e eeuw is de eeuw van de opkomst van de politiek-maatschappelijke stromingen. En één stroming die met name in Nederland en Duitsland veel aanhangers krijgt, is die van het confessionalisme. Daar gaan we eens even naar kijken. In het woordje confessionalisme zit het woord confessie, oftewel geloof. En bij confessionalisme hebben we het dan ook vooral over katholieken en protestanten. Wat willen zij? Zij willen een samenleving die gebaseerd is op religieuze normen en waarden. En in de 19e en ook in de 20e eeuw zijn dat dus vooral christelijke normen en waarden. En confessioneel die richten zich weer op allerlei vlakken van de samenleving. In die politiek bijvoorbeeld, daar hebben in de 19e eeuw de liberalen de overhand. De meeste regeringen zijn, ook als er democratiseringsproces aan de gang is, toch vooral liberaal. En die gaan uit van de ideeën van verlichting. En zij staan voor een scheiding van kerk en staat. Die ideeën van de kerk moeten niet te veel invloed krijgen op het bestuur. Dat moet je uit elkaar halen, vinden liberalen. Nou ja, de confessionelen willen dat dus juist niet. En die opkomst van die liberalen en daaruit volgen dus die steeds nadrukkelijkere scheiding van kerk en staat is een van de redenen waarom het confessionalisme opkomt in de tweede helft van de 19e eeuw. De industrialisatie is een andere reden, want die arbeiders die massaal naar die industriesteden verhuizen, ja, zijn die nog wel getrouw aan de kerk? Onder confessionelen bestaat er een grote angst dat de arbeidersklasse zich los gaat maken van het geloof, omdat ze zich bijvoorbeeld aan gaan sluiten bij het socialisme. En confessionelen zeggen dan ook dat de rol van het geloof belangrijk moet blijven in de maatschappij. Dat moet je bijvoorbeeld terugzien in het onderwijs. Daar moet ruimte zijn om les te krijgen op basis van religieuze normen en waarden.